Hoppa, hoppa. Ah, dat stinkt. Oh. Oeh. Hoppa, hoppa. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben wakker geworden met deze foto's van een homie. Check dit. Deze guy heeft de bunnybus gemaakt als knutselwerk. Super vet. En hij vertelt me dat ze hem in de vakantie gaan komen brengen. En ik moet nog een shout-out doen naar de klas 2MT en leerkracht Arne Nies. PS, toon foto's en video als je wil natuurlijk. En bij deze, ik heb de foto's getoond. In ieder geval een hele goede morgen zonder zorgen. Het is vandaag fantastisch weer. Het zonnetje schijnt. Dus we gooien de deuren open. Hoppa. Yes. De homie Grain is er ook bij. En goed geslapen. Ja, chill. Chiller dan de vorige keer. Chiller dan de vorige keer. Dat kan ook niet anders. Want de bunnybus slaapt nu eenmaal supergoed. We hebben hier ook een dakvenster voor frisse lucht. Want veel mensen die denken dat ik hierin ga stikken. Maar dat gaat niet gebeuren. En als ik hier een plant zet, ga ik naar het schijnt ook stikken. Dus ik ga geen plant zetten. We gaan de dag beginnen. We gaan een duik nemen in de Blaarmeers. Toch? Dat was jouw idee. Kun je. Kom aan. Grain en Louis die durfden de vorige keer nooit in de Blaarmeers. Maar nu dat de algen en zo er allemaal zijn uitgekuist, vind ik toch dat we in de Blaarmeers moeten. Kom aan, Grain. Je kunt het. Ik weet niet, man. Een ja of een nee? We gaan het zien. We gaan het zien. Oké, we gaan het zien. Hoppa, mijn ontbijtje is gefixt. Het ziet er weer fantastisch lekker uit, zoals altijd. En Grain, wat is jouw ontbijtje? Een beetje water. Ja, maar een zoals beetje jullie licht. Weten, Grain is dakloos. Grain heeft geen eten, dus ik heb hem een beetje water gegeven. Eet smakelijk. Yes, hey, oké. Thanks. We gingen, wajo, wajo. We gingen net vertrekken naar de Blaarmeersen en er is een fanmail. Hoppa. Hey Bunnyvlogs, wij zijn super blij dat je busje terug hebt. Emily en Melanie. Thanks Emily en Melanie, super vet. Ik hoor de laatste tijd dat er eigenlijk ook veel meisjes in beginnen kijken naar Bunnyvlogs. Dus alle meisjes, laat jullie een keer horen in de comments. Dan weten we dat de Bunnyvlog Squad ook meisjes bevat. Let's go! We gaan naar de Blaarmeers en denk je dat je in het water gaat gaan? Eerst keer voelen. Want als die guy nog een nacht in mijn bus wil slaan, gaat hij wel fris moeten zijn. Sowieso. En de douche van Louis is hier niet meer, dus dan wordt zwemmen. Jat. Het grappige is, Grain en Louis zijn geen waterratten en ik wel. Maar ik ga een waterrat van deze linkse rat maken. Let's go. We gaan naar de Blaarmeers. Super nice. De homie Grain gaat in het water. Het is wel koud. Koud? Ik vraag me af als het koud is. Normaal niet. Oeh, het is koud. Oei, yo. Sinds wanneer is het water koud? Shit. Dat komt waarschijnlijk door de laatste dag. Het is een beetje kouder geweest. Er is ook een homie op komst. De homie Anthony. Als hij hier geraakt, want we zijn hier al eventjes en het schiet mij niet op. Die guy was hier blijkbaar 300 meter vandaan en die is al 20 minuten onderweg. Dus als hij hier gaat geraken, ik weet het niet. Ik probeer me al te bereiken van gisteren en ik heb ooit nog kamp aan hem gegeven. En op dat kamp was hij de grootste legend, sowieso. Die guy heeft daar zelf een paar chicks versierd. Die gast is niet normaal. Jullie gaan het straks zien. Oké, duik er maar in. Nee man. Oké, ik ga erin duiken zonder na te denken, zoals altijd. Grain is er nog altijd niet in geweest. Kom aan, Grain. Oh, een beetje chill. Hij is zo hard. In ieder geval, de homie is toegekomen. Oh, deze guy twijfelt niet. Deze guy twijfelt niet. Had het erin? Het zou dat zijn. Eerst erin, sowieso. Alles goed? Maar ze is lekker boom. Ja, lekker. Blijzen.
De Leize. Hey. Oké, super nice. We hebben lekker gezommen. De homie Grain is er uiteindelijk ook in geweest, behalve zijn haren. Want anders heeft hij 5 dagen nodig om terug droog te worden. Was het een lekkere duik? Ja, massas. Eet smakelijk, alleszins. Eet smakelijk. Het ziet er goed uit. Mega. Damn. Hoeveel heeft dat gekost? 6,90 euro. Oei, dat valt nog goed mee. Het zit te gaan halen in en al. En deze guy, de homie Anthony, heeft gisteren hier 10 euro voor de bunnywis ingestopt. Dus dat is echt super vet. Thanks. Boom. Ik moet binnenkort nog 200 euro gaan betalen in de garage. En ik ben ervoor aan het sparen. Dus het komt allemaal goed. We hebben uiteindelijk alles al verzameld. Zoals ik al gisteren in de video heb gezegd. Dus donaties zijn vanaf nu niet meer nodig. Thanks aan iedereen dat heeft gedoneerd. Echt wel super vet. Boom, een box naar jullie allemaal. Joep! Ondertussen al in Lo Christi en we staan hier vlak aan de campingstore. Jullie kunnen het niet zien, want er staat een camper voor. Maar daar is de campingstore. Ik ben echt benieuwd om naar binnen te gaan. Ik wil zo'n grote tank met een kraantje, dus dat gaan we daar sowieso halen. En we gaan ook een keer kijken voor een vuurtje. Maar misschien nog niet alles kopen, want ja, als je alles in één keer koopt, is dat superveel geld. De homie Anthony is er nog altijd bij. Hey. En we hebben allemaal een broodje zalm. Of ja, Anthony is gewoon zalm aan het eten. Met boursin. Met boursin, sowieso. Grain is ook aan het genieten, is lekker. Ik heb dus gewoon een broodje met zalm. En kruidenkaas gesmeerd. We hebben dat daarnet in de Lidl gaan halen. En het was nog niet zo duur, dus we dachten we gaan nog een keer zalm mee. In ieder geval, ik ga van dit broodje genieten. Sowieso. Eet smakelijk als jullie ook iets aan het eten zijn. Of gaan eten. Joe! Hoppa, jullie zien het. De jerrycans staan geïnstalleerd en deze is ook wel super handig. Zo kan ik naar de Blijmeest fiets, dit op mijn fiets en elke dag 10 liter water gaan halen, sowieso. Gratis water fixen, altijd. Vonden jullie het leuk in de kampeerwinkel? Super tof. Super tof. Het was super tof, maar het was extreem, het was niet normaal, het was duur. Die tafels waren daar in de 200 euro en die valden nog uit elkaar, dus ik ga sowieso kijken voor een tafel te kopen en ook stoelen in tweedehandswinkels, want dat is niet normaal hoe duur dat die shit is. Hoppa, alles op slot. Ja. En nu richting waar? Ik weet niet, uit Decathlon nog wel. Wat moesten we doen in Decathlon? Een lampje fixen. Een lampje fixen, inderdaad. De lampjes daar die kosten 300 euro het stuk. En we gaan in Decathlon kijken voor een goedkopere. We zijn hier in de tweedehandswinkel op zoek naar een campingtafeltje, maar we komen hier opeens allemaal matrassen tegen. En check dit, 130 euro voor een 160 matras. Dat is exact degene dat ik nodig heb. En het ziet er nog nice uit ook. Ik ga dat keer testen. Hoppa. Hoppa. Oké, die matras is echt wel goed voor 130 euro. Nog een beetje sparen en ik denk dat ik die hier ga komen kopen. Sowieso. Volgens mij is die beter dan Decathlon. Nice. Wat denken jullie van de matras? Ik zie ze allemaal opgekocht. Allemaal? Ja, dat ligt perfect. Nice. We hebben een kampeerstoel gevonden. Het is wel een klein beetje in een soort van airbag staat. Wat denkt u, meneer? Een goede staat, deze stoel. Prachtig. Prachtig? 10 euro. 10 euro. Het is te simpel wat dat moet in. Voor op te zetten. Ja, dat is wat anders. Dat is ook de... dat is wat anders. 5 euro. Ja. Holy shit. Dat heb ik gekregen. Sommige shit is zo sketchy. Check dit, 5 euro. Oh, dan heb je weer boef. Leef er weer. Camper, hè. Oh, hey, 15 euro. Ja, dat zit echt goed. Dat is eentje voor een auto. Hey, hier ben ik. Had toch een wc nodig? Matti! Het is een wc? Je weet toch. Wat? We hebben een wc-stoel gevonden. Wajow. Oh shit. Nee, allemaal, hè. Oh my god, dat moet ik echt hebben. Wajow. En dat is van vroeger, met een piespot onder. Ja. Wat? Oké. Okay.
3000 likes op deze video en ik kom deze stoel halen en ik test hem uit in de bosjes. Moet ik hem hier uittesten? Is het hoe? Wat de fuck? Hoppa, hoppa. Ah, dat stinkt. Oh my god. Dat is al eentje gebroken. Doe dat keer open. Dat stinkt. Nee, nee, doe dit. Doe dit, doe dit. Doe dit, doe dit. Misschien was het toch geen stank. Was die wel? Ah, oh my god. Je koopt letterlijk iemand anders zijn pipi. Oké, mensen, 3000 likes en we gaan ervoor. Woe. Ik had beter hier mijn jerrycan gekocht. Damn, een tweedehandswinkel is echt wel vet om in te wandelen. Oké, okay, home trainers, what the fuck. Ik heb hier een super vette campingtafel gevonden voor 16 euro. Hij ziet er nice uit, maar van onder hangen er een paar van die rare dingen. En dat werkt enorm met mijn zenuwen. Hij is ook redelijk zwaar. En ik ben me aan het bedenken dat ik misschien toch eentje van Dickerson ga kopen. Als ik hem oplooi, kan hij net niet hierin. En ik zou graag mijn tafel hierin willen steken. Dus bij deze, we gaan een keer naar Decathlon gaan checken. Maar de laatste keer dat ik daar ben geweest, valden die tafels uit elkaar. Wat denken jullie? Ja, ik weet niet. Die is nice, maar niet stabiel. Maar ja, check die grond. Ja, nee, het doet er niet. Wat denken jij? Zo eentje van Decathlon pad. Ja? Ja. Echt kampeergevoel, echt. En hem volhang met stuur. Kamperen, ja, ik vind dat wel oldschool vibe, vind ik wel hard. Sowieso. Maar lekker wat je zegt, past in die test, hè? Ja. We gaan checken naar Decathlon. We zien wel. Oeh, bijna. Lang geleden. Kom aan, je kunt het. Oeh. Zwaar, hè? Nooit te veel. Ah, bijna. Alweer veel. Woe! Nog één keer en heb hem. Ik sta niet zo stabiel. Hè? Let's go. Ah, jammer. In ieder geval, we zijn net uit de Decathlon. De Decathlon is daar. Grain is al gaan werken en de vlog is gerenderd. Super chill. Ik heb dit lampje gekocht. Heel nice, ik heb het getest in een tent en ik kan er s'avonds perfect een vlog mee afsluiten. Dus dit is nice, sowieso. Dit gasvuur heb ik gekocht, hoppa, die was redelijk goedkoop. Super nice en zo sluit ik er een flesje op aan. Wat heb ik nog gekocht? Deze tafel, 15 euro en hij past wel in mijn bed. Dus dat was echt wel hetgeen dat ik moest hebben. Jammer dat die tweedehands tafel een beetje te lomp was en te veel werk was om in en uit elkaar te klappen. Oké, dat moet ook weer gebeuren als ik begin te vloggen. Nieuw. Nice. Hoppa. En dat is het enige dat ik heb gekocht, maar nu zit ik echt wel goed. Ik heb watertanks. Ik heb een tafel. Ik heb een gasvuur. Ik heb verlichting. Binnenkort nog zonnepaneel. Een keukentje. En dan begint het echt al nice te worden. Sowieso. Ik ben stoked, we gaan vooruit. En dit is ook super handig met het kraantje. Nieuw! Sorry voor het lawaai van deze trein, maar het is wat het is. Als ik begin te vloggen, komt er opeens een trein. Dat gebeurt altijd. Nieuw! Holy shit, holy shit. Mijn BMX maakt echt heel sketchy geluid. Oeh. Ik denk dat ik binnenkort een keer langs ga moeten gaan bij Grounded BMX. Want dat ding valt letterlijk bijna uit elkaar. In ieder geval, ik heb gedaan mijn werk. Ik moest me daarnet ook haasten naar mijn werk. Ik heb zelf niet met de bunnybus terug naar de Blijmeester kunnen gaan. Ik heb de homie Anthony laten rijden en ik ben gewoon rechtstreeks vertrokken richting Takeaway. Ik heb ondertussen al gedaan mijn werken. Ik ben de homie Grain ook een paar keer tegengekomen tijdens het werken en dat was echt wel super grappig. Oeh, deze fiets klinkt niet gezond, holy shit. Als alles goed is, staat de bus terug op de Blijmeersen en is Anthony aanwezig. Holy shit. Ik voel me echt niet meer veilig op deze BMX. Hij valt bijna uit elkaar. Ik ga zittend rijden, want straks breekt die ketting of ik heb het gevoel
Ik heb het gevoel dat er iets gaat breken. In ieder geval, let's fucking go. Ik zie jullie waarschijnlijk aan de Bluimeersen. Yo! Yo, alles goed? Ja, man. Damn, check deze guy's setup. Check deze guy's setup. What the fuck? Lag die matras er altijd in? Nee. Heb je die vandaag gefixt? Ja, ik heb er net achter geweest. Heb je dat gekocht? Nee. Gevonden? Nee, best van hand. Oh, ah, waar? Thuis. Wow, yo. Deze guy is geniaal. Yo. Check die setup, man. Jullie zien het, je hoeft geen grote bus te hebben om een bus te hebben. Je kan met alles gewoon chillen. Deze guy heeft het beste hotel in Gent momenteel. Alles mee ook. Alles mee? Check die setup. Geniaal. Geniaal. Oké, de homie Anthony gaat 10 liter water gaan halen. Succes. Yo, tot straks. Yo. En ik ben hier alles aan het opstellen. Hoppa. De tafel is eigenlijk echt perfect. Het is niet erg dat hij een beetje wankelig is. Want dat ene tafeltje van in de tweedehandswinkel zag er echt wel nice uit. Maar het was gewoon te zwaar. Ik zag me dat echt niet elke dag in- en uitklappen. En ik had niet eens plaats om hem op te bergen. En deze past perfect hier tussen. Op deze spot. Dus dat is echt wel super chill. De dozen liggen hier. Daar ruimen we straks op. Sowieso. De homie Grain kan ook elk moment toekomen. En we gaan pasta koken. Sowieso. Hoppa, hoppa. Damn, alles is zo nice aan het worden in de camper. Hoppa. Dat is trouwens de wax dat ik ooit van een homie heb gekregen. Een shout-out naar jou, sowieso. Ik ga dat binnenkort moeten gebruiken. Oké, jullie zien waarschijnlijk een nieuw shot wanneer dat we aan de koken zijn. Oké, hoppa. Check de setup. Ik ben nog nooit zo stoked geweest in mijn leven voor een fucking gasvuur. Maar check dit, het ziet er super nice uit. Water is aan het koken. Ik trakteer vanavond op spaghetti. Het licht is niet normaal, echt waar. Decathlon versus action. Oei. De action trekt op niks. Ik ga kijken voor meer van deze lichten. Die zijn super goed. Misschien ga ik ze ophangen. Misschien ook niet. Er waren ook nog dezelfde, maar in het klein. Dus misschien moeten we dat fixen. Het is trouwens super vet. Hey, film een keer. Check dit. Stel je voor, het is een romantische avond met een chickie of zo. Oeh, oh. Hey, rood, wit en extra wit. We gaan voor deze denken. Een beetje zuinig zijn op de batterijen, sowieso. En wij gaan straks pasta eten, sowieso. Het gaat kokosnootmelk worden met deze saus, deze groenten, deze kruiden. En ja, al de pasta te samen, want ik heb hier nog van alle zakjes liggen. Dat ging een beetje te skeer zijn voor 3 personen. Joe! Nice, de spaghetti is klaar. Hoppa. Alles is perfect verlopen. Eet smakelijk. Is het lekker? Massa's. Ja? Lekker? Ja. Nice, ik heb er uiteindelijk ook nog erwten bij gestoken. Veel mensen vinden het raar dat ik dit in spaghetti doe. Maar het is echt wel de beste combo en het is gezond. Joe! Eet smakelijk. Als jullie ook iets aan het eten zijn trouwens. Oké, holy shit. Het zit hier vol van de beestjes. Kunnen jullie het zien? Ja, jullie kunnen het zien. Damn. En Grain is er bang van. Mij maakt het echt geen fok uit. Want ik heb in heel mijn leven nog nooit een muggenbijt gehad. En ik slaap door alles. Maar Grain is een moeilijke slaper. En is blijkbaar allergisch aan van die muggen. Dus die moeten allemaal dood. De homie Anthony is er ook nog altijd. En dit is het einde. Dit is het einde van vandaag. Wat gaan we nog doen? Slapen. Ik zit al onder de dekens. Super chill. Maar ik ben blij dat ik nu eindelijk de vlog op een goede manier kan afsluiten. Hoppa, ik neem mijn lamp erbij. Jullie zien mij normaal perfect. En ik wil jullie allemaal bedanken voor te kijken. Grain is hier al bezig met al de muggen dood te slaan. Why fuck die grote beest. Hij neemt ze letterlijk 1 per 1. En ze gaan allemaal dood. Ze gaan allemaal dood. Is dat wel vegan zo, die beesten dood? Ja, ik doe ze niet dood, ik pak ze. Ik zet ze buiten. Voor de mensen die de vegan community niet kennen. Echte vegans doden ook geen insecten.
Ik ben daar ooit een keer op aangesproken omdat ik muggen doodsloeg. En ja, in mijn ogen is dat gewoon psycho. Als een mug in uw kamer zit, slaan ze gewoon dood. Dat is allemaal geen probleem. In ieder geval, amai, er zitten hier allemaal beesten op mij, maar dat komt omdat ik dat licht in mijn handen heb.